zijn nog steeds in Canada. Ik ben nu even terug in het hotel waar we begin van deze week waren. Zoals jullie in vlog 2 konden zien, verwacht ik hier een pakketje. Inmiddels is die hier afgeleverd. En die wordt nu opgehaald. Dan kun je eindelijk laten zien wat het is. Yeah, that's the one. Dat is liever heel voor je. Ja, dat is wat ik heb. Nieuwe speelgoedauto? Lijkt het wel op. Inderdaad, ik heb een gloednieuwe boosted board gekocht. Dit keer de versie 2, dus de Dual Plus. Dus 2000 watt. Twee wielen aangedreven. In plaats van de één wiel aangedreven die ik eerst had. Dat is eigenlijk net zoals met een auto, hè, Budding? Wist jij dat? Ja, dat weet ik. Maar ik zit er even na te denken. Komt dan hierna de driewiel aangedreven versie? Nou, ik denk eerder de vierwiel aangedreven. Dat zou al four-wheel drive inderdaad. Dat ik dan ook off-road kan. Beetje zoals dit. Dikke banden. Nee, dat is het grappige. Ik heb dus nooit geskateboard. Ik heb sowieso eigenlijk ook niet heel veel met skateboarden. Tot ik dit een keertje tegenkwam. En het is eigenlijk hartstikke leuk natuurlijk om op die manier door de stad te gaan. Dit zijn alle spullen die terug moeten. Alle koffers met kleding, apparatuur, statief erachter. En dus nu ook nog eens een keer de gloednieuwe boosted board. En hoe gaaf ik het ook zou vinden om even hier rond te gaan rijden. De omgeving is er namelijk echt helemaal perfect voor. Denk ik dat ik hem toch maar even in de verpakking moet laten. Aangezien die nu helemaal met duct tape ingewikkeld zit. En dat het beste is om straks in te checken. Maar de verleiding is zo groot. Want deze auto heeft gewoon een stopcontact in het dashboard. Dus ik zou in theorie de boosted board kunnen opladen. Maar ik ga het toch niet doen. Ik ga hem in de verpakking laten. Ik stel voor dat we lekker naar Rotterdam gaan en dan gaan we hem daar gewoon gelijk uitproberen. Zo, terug in Rotterdam. Terug op het bankje waar ik mijn eerste vlog ben begonnen. Ik heb hem uit de verpakking gehaald. Hij is opgeladen. Kijk, optisch lijkt het misschien hetzelfde. En dat is het eigenlijk ook wel, behalve dan dit gedeelte hierachter. Dat is net iets een ander materiaal waardoor je meer geript hebt hier met je achterbeen. Maar het belangrijkste zit natuurlijk onderop. Kijk, nu zijn beide wielen zijn aangedreven. Twee kanten. En de accupakket wat hierin zit, die is 2000 watt. Dus dat is twee keer zo sterk als die andere variant. De reden dat ik nu die tweewiel aangedreven variant wilde hebben is omdat je met die eenwiel aangedreven kon je merken dat als je door een bocht ging, voornamelijk een bocht naar links, omdat de wiel dat aangedreven werd, zat rechts achter. Als je dan een bocht naar links nam, dan kwam dat wiel te veel van de grond, waardoor je geen grip meer had, waardoor die niet meer aangedreven werd. En als je dan wilde gas geven of remmen, dan deed hij dat niet, omdat hij geen tractie had. Ik heb nu de GoPro Hero 5 op een monopod gezet. Ik stel voor dat we de board gaan testen en gelijk starten met een epische slow-mo. Want de GoPro kan namelijk 120 frames per seconde schieten. Oké, het is echt serieus niet normaal hoe snel die is. Ik hoop dat jullie me nog een beetje kunnen horen. Het gaat zo hard. Er staat zoveel wind. Hij accelereert en remt veel harder en veel sneller dan die eerste generatie boosterboard. Vanzelfsprekend, als je enigszins verstand hebt van elektrische auto's, dan snap je dat je... Oh, en al meeuwen. Zoals ik zei, als je verstand hebt van elektrische auto's, weet je dat je met een elektromotor altijd gelijk kracht hebt. Dus op het moment dat ik met de afstandsbediening naar voren druk, gaat die ook gelijk. Alleen omdat die dus nu tweewiel aangedreven is en omdat die meer vermogen heeft en een hellingspercentage van 25% aan kan, gaat die echt krankzinnig hard. Heel even genoeg over die boosted board. Waarom ik er zo enthousiast over ben is natuurlijk enerzijds omdat ik hem in de stad kan gebruiken. Maar ook eigenlijk om te filmen. Er is één video op YouTube. Die is geschoten in 2009 door Karsten Jacobsen.
tijdens het Eurovisie Songfestival. Nou weet ik, niet gelijk wegzetten, ik ben er ook echt totaal geen fan van. Maar toen hebben ze met een steadicam, dus een manier waarop je je camera stabiel kan houden, een shot gemaakt. Ja, dat is gewoon nog steeds beroemd. En dat kan je dus feitelijk ook een soort van op die boosted board. Kijk. Dit ziet er nog vrij basic uit. En dan komt hij hier dus in één keer door het gangpad met de camera helemaal schuin, volle snelheid vooruit. Daarna in één keer op het podium. Rent hij om de zanger 3 rondjes heen. Alles in 1 take. Echt zo'n vet shot. Hij draait de camera, zoomt uit, zoomt in en rent weg. Maar hier zie je hem dus tijdens de oefeningen op een Segway met een camera. Nou, dat zijn echt hele dure camera's. En hij springt gewoon in één keer van die Segway af, rent het podium over en dan die 3 rondjes om hem heen rennen. Beweging is natuurlijk een hartstikke belangrijk onderdeel van je video. Daar kan je echt heel je verhaal mee vertellen. Op welke manier maak je een bepaald shot? En dat ze dit voor elkaar hebben gekregen al in 2009 met een Segway en zo'n camera tijdens waarschijnlijk de live uitzendingen. Dat is echt, echt heel gaaf. Misschien herinneren jullie nog wel uit de eerste vlog dat ik het over een Jaguar F-Type had. 1 keer raden wat ik heb. Inderdaad, ik heb een Jaguar F-Type SVR voor een paar dagen. De reden dat ik deze auto heb is omdat ik met een heel groot project bezig ben. Ik kan helaas niet zeggen voor wie en waarom. Zodra het naar buiten mag, dan zal ik jullie natuurlijk gelijk als eerste laten weten. Oh, tunneltje. En daar hoort deze Jaguar onder andere bij. Ik ga geen autokanaal starten, ik ga niet autovloggen. Daar ben ik allemaal niet van plan. Het heeft wel met fotografie en video te maken. Maar zoals ik zei, zodra dat naar buiten mag, dan zal ik het jullie gelijk laten zien. Ik weet ook niet in hoeverre ik nu behind the scenes al mag laten zien. Als het wel zo is, dan volgen er nu een paar hele snelle clips. En ik moet jullie vooral even bedanken, want dit is pas mijn 3e vlog en de abonnees zijn echt krankzinnig hard gegaan en dat doet me echt heel erg goed om dat te zien. Als je het nog niet hebt gedaan, druk even op die abonneerknop. Vind ik echt super tof. Er nog een tunneltje aan. Het is zo kinderachtig, maar het is zo leuk. Nog één. Oh, zo gevaarlijk voor je rijbewijs deze auto. Ik ga nu deze vlog maar afsluiten. Ik zie je heel graag weer volgende week zaterdag 8:30 op YouTube.